Het Koto Museum heeft gisteren een takitori over de Surinaamse traditie gehouden in de Mitimijari aan de Presensestraat. Hierbij hebben Cynthia McLeod en Christine van Russel stilgestaan bij de verhalen over de verschillende Surinaamse gewoonten. Ook het publiek was in de gelegenheid zijn ervaring te delen met elkaar. Diverse tradities over onder andere de geboorte, het overlijden en diverse gerechten werden besproken. Volgens Van Russel is de bedoeling van deze takitori om meer te weten te komen over de Surinaamse cultuur. Ze zeggen dat tradities elke dag worden geboren. Vanaf wanneer is iets een traditie? Een traditie is een traditie zodra iemand het een traditie vindt. Hoe vaak het eerder is voorgekomen, doet er niet toe. Ook het aantal mensen dat er aan meedoet, ook niet. Tradities worden elke dag geboren en sterven ook elke dag weer uit. Tradities betekenen overhandigen. Het overhandigen van cultuur aan de volgende generaties. Tradities vormen onbewust de ondergrond van ons dagelijks denken en handelen. De wereld was toen nog heel klein, vandaar dat vele oude tradities een lokaal karakter hebben. Gewoonten en gebruiken zijn opgeslagen in het collectieve geheugen van een samenleving. Dat er tradities zijn, vind ik goed, het woord volgens mij ook, een beetje bij normen en waarden en principes thuis en ook enige regelmaat in het menselijk leven. Cynthia McLeod zei dat bepaalde Surinaamse tradities van andere landen zijn overgenomen. Bijvoorbeeld de bescherming tegen het boze oog, de zogenoemde ograi, is een wereldse traditie. Ik heb meegedaan in Nederland, het is nu al 20 jaar geleden hoor, aan een, ik kan me niet meer herinneren of het een radio of een televisieprogramma was, maar een groot programma waarbij ze alle bevolkingsgroepen, alle etnische groepen hadden uitgenodigd om te vertellen over tradities en gewoonten en rituelen bij geboorte en dood. En er waren mensen uit India, mensen van de Molukken, Eritreërs, Surinamers, Japanen, Hindustanen, Joden, Palestijnen. Iedereen was er. Hè? En iedereen vertelde. Wat gebeurt er? Hoe is het? Wat zijn de tradities wanneer er een baby geboren wordt, wanneer een kind gedoopt wordt, of besneden wordt bij de Joden en zo. En toen bleek dat al deze verschillende bevolkingsgroepen, maar over heel de wereld, kenden allemaal iets tegen het boze oog. En in al die culturen was dat iets tegen het boze oog, iets zwarts of iets donkerblauws. Dus wij kennen die ograi krara, toch? Cynthia McLeod over tradities in Suriname. Ze gaf gisteren een uitleg over de verschillende gewoonten in Suriname tijdens de Takitori-avond van het Koto Museum.